Een oefenduel tussen NAC Breda en FC Utrecht. Met in de basis onder andere deze Adrian Dalmau. Het weer, ja, dit beeld verraadt een hoop, niet al te best. Regen en nog veel meer wind. Na hens in het strafschopgebied van NAC Breda, een penalty voor Utrecht. Prachtig binnengeschoten door Adrian Dalmau. Ja, vanuit deze hoek nog mooier om te zien. Keeper kansloos en dan staat het dus 0-1. De thuisploeg dan met de vrije trap. Die bal blijft liggen voor een bekende. Inderdaad, we hebben het over Nick Venema. De man die dit seizoen wordt verhuurd aan de Parel van het Zuiden. En Venema krijgt een paar minuten later weer een grote kans. Hier lijkt de bal terecht te komen in een zone zonder al te veel direct gevaar. Maar de voorzitter niet uitgehaald door Van der Kust. En daar is Venema. De man uit Austerlitz schiet er 1 tegen 1 achter Joey Houweling. Benamar stoomt op, vindt Velanas en helaas buiten beeld, prima in de hoek gelegd, zorgt Velanas voor 1-2. Ja, het is een heerlijke, attractieve eerste helft. Utrecht dat nu hoog druk zet met Dalmau. Dit is Velanas, een prima poging in de hoek. Bijna de 1-3 voor Utrecht. Emmanuelson dan, met het balverlies. Veel ruimte achter de laatste linie, daar gaat Nick Venema. Venema 1-1 met Houweling en een redding van die laatstgenoemde. Maar in het begin van de tweede helft zou Venema nog wel gaan scoren. Hier doet hij dat namelijk, de 2-2 in de tweede helft die verder niet al te spannend was. Een waardevolle middag voor een FC Utrecht vol jong talent. Aangevuld met ervaring van onder andere Urbi Emmanuelson. Ja, ik was met Justin een beetje een van de ouderen. En dan moet je het... Vooral met gebaren en met veel praten goed neerzetten. Justin is 23 als ik me niet vergis. Jij? 34. Ja, nee, maar Justin loopt al wat langer mee. En speelt ook die heeft vandaag ook centraal gespeeld. En vandaar dat wij daarin een beetje de leiding moesten nemen. Ja, natuurlijk, je kan je altijd laten zien door belangrijk te zijn met goals en assists. En gewoon een goede indruk achter te laten doordat je leergierig bent en hard wilt blijven werken. En ik denk dat iedereen dat wel goed heeft gedaan vandaag. Nou ja, ik hou gewoon van het spelletje. En ook dit soort wedstrijden op een trainingscomplex bij NAC, daar kan ik nog steeds van genieten. Ja. Nou, het is natuurlijk ook belangrijk voor je ritme, maar ook deels het speelstijl steeds beter, elkaar aanvoelen en gewoon wennen aan de speelstijl van het eerste. En ik denk dat het natuurlijk goed is voor ons, omdat we minder wedstrijden spelen natuurlijk. Hey, en die Venema, hè? Hij was gretig vandaag. Ik denk ook voor hem dat hij zich wilde laten zien. Ja, natuurlijk. Je weet dat Nick altijd gretig is voor die goaltjes en altijd op de juiste plek staat. Dus het verbaasde me niks, maar wel jammer dat hij nu scoort. Ja, de jongens die vandaag hebben gespeeld hebben gewoon wat minder minuten gemaakt dan onze basis 11, zeg maar. En het was gewoon lekker om deze wedstrijd te spelen. Aldus mentor Urbi Emmanuelson. Yes, op naar zondag.